Het is weer tijd voor een nieuwe tuinrenovatie. Het is een iets compactere tuin. De tuin die er eerst zo uitzag. Hij kan wel een opfrisser gebruiken. Postbus heeft alle materialen die er nodig zijn, die we tot aan de voordeur leveren, klaar om verwerkt te worden. Hier komt ook nog verlichting bij, wat s'avonds een heel leuk effect geeft. In deze tuin komt een overkapping en je moet er kunnen eten en ontspannen. Ja, dat je verschillende plekken hebt waar je kan zitten, met ook een stukje groen erbij. 3, 2, 1, actie! Ja, we hebben al zeker wel ideeën. De eerste, het belangrijkste, dat is de veranda. Ja. Een plek waar we natuurlijk met het gezin lekker kunnen zitten, lekker kunnen eten en ook het hele jaar rond lekker kunnen verblijven. We willen iets met boog ook in de tuin, dat het een mooi geheel van de tuin wordt. Ja. En hier en daar natuurlijk wel wat plantjes, hè, want je zit toch in de tuin. Ja. Deze mooie ideeën gaan naar tuinontwerper Dirk. Hij maakt er een ontwerp van dat zo goed mogelijk past bij de wensen van familie Van Duin. Ideaal als je lang wil genieten van jouw tuin. Een overkapping met glazen wanden. Zelfs als het najaar wordt, kan je nog lang buiten zitten. En ik heb me laten vertellen dat Dirk hier ook iets mee heeft gedaan. Wat leuk om hier weer te zijn. Ja. Je hebt een nieuwe tuin uitgewerkt. En zeker. Vertel eens, wat heb je gemaakt? Ja, het is natuurlijk onwijs leuk. Het is een iets compactere tuin, mm-hmm. Door die muren aan de zijkant, maar we hebben best wel wat elementen toegevoegd waardoor je wel leuke hoekjes krijgt. Ja. Dus voor de terrassen gebruiken we keramische tegels en voor de paden en daar alles omheen hebben we klinkers gebruikt. Ja, mooi. Hey, en ik zie een overkapping. Ja. Met glazen wanden erin. Ja, dit is een heel oud overkapping. En dat is specifiek met glazen wanden? Dat kunnen we modulair aanpassen. Dat is helemaal maatwerk, hebben we speciaal voor die mensen laten die maken. Zit je toch wat lekkerder, ook in de wintermaanden, met een vuurtje erin bijvoorbeeld. Ja, heel mooi. Hey, en vertel eens wat meer over de tegels. De tegels, dat zijn 60-60 tegels. De kleur is Colleville Maastricht. Een wijs leuke tegel. 60-60 is mijn idee ook altijd een maat die altijd goed is. Mm-hmm. En we hebben ze ook verwerkt als staptegels, maar dan zagen ze door de helft. Oh. Dus dan lijkt die tegel wat breder. Ja. En het ziet er even net wat gezelliger uit. Ja. En voortaan gaan we dan een mooi klinkerpad aanleggen van dezelfde klinkers als in de achtertuin. Er komt een gave witte plantenbak te staan. Oh, echt een eyecatcher met wat grint eromheen. Ik zie allemaal hoekjes. Ja. Dat hebben jullie ook met licht aangepakt volgens Klopt. Mij. We gaan op een aantal plekken gaan we leuk uitverlichten met tuinverlichting. Dus het is leuk om zo'n pergola, om zo'n ark en die plantenbakken, om daar even iets meer verlichting in toe te passen. Mm-hmm. En dus ook in de overkapping is het ook altijd lekker als het wat sneller donker wordt om wat extra licht te hebben binnen. Fijn. Hey, en tot slot één vraag. Ja. De waterafvoer. Ja, dat is altijd wel belangrijk, zeker in tuinen als deze. Je ziet ook veel muren aan de zijkant, dus we willen geen last hebben van water. We houden graag van droge voeten, dus komt er een gootje voor de overkapping langs. Prachtig, ik ben benieuwd. Ik ook. We hebben van tevoren natuurlijk wel een beetje onze wensen kenbaar gemaakt, maar het is heel lastig om dat dan, om daar een beeld van te vormen. En toen we die tekening zagen, hadden we allebei zoiets van, eigenlijk precies zoals we het wilden hebben. Gekocht. Ja, dus dat was gelijk een schot in de roos. Ja. De zon schijnt. Benny en de mannen zijn al hard bezig aan de tuin. De aannemer is hier al flink bezig geweest. Nieuwe schuur gebouwd en de nieuwe muurtjes. Toen konden wij aan de slag om het aan te vullen met zand. Om ook ruimte te creëren voor wat beplanting, hebben we hier een plantenbak gemaakt. Hier hebben we gekozen voor de Geoplano stapelblok modular. Dat kun je zien aan het voegje tussen de blokken. Dat geeft een heel leuk effect. In de voortuin worden dezelfde klinkers als achter gebruikt. Ook wordt er een plantenbak geplaatst. Die komt in de split te staan. En heb je weer ruimte voor wat groen. De voortuin hebben we inmiddels afgerond, de plantvakken zijn gevuld, de plantenbak is aangevuld, het schint ligt erin
dus konden we de bestrating invegen. De Douglas-palen hebben we inmiddels geplaatst, met de polyester plantenbakken ertussen. Hier komt ook nog verlichting bij, wat 's avonds een heel leuk effect geeft. We zijn inmiddels ook begonnen met de veranda. Het geraamte staat al, we zijn nu bezig met de wanden. Vervolgens kunnen we verder met het dak en kunnen de glazen wanden erin. Om het water in de tuin goed weg te laten lopen, hebben we de Aqua Slimline aangesloten op de riolering. En ook het water van het dak laten we hierop weglopen. We zijn nu bezig met het dak. We hebben het EPDM-folie geplakt, de daktrim gemonteerd. En om het water dicht te maken tegen de schuur aan, ben ik nu bezig met de knelstrippen. Het uur van de waarheid is aangebroken. Laten we kijken naar het resultaat. Nou, kom maar mee. Dit is het dus geworden. Zo dan. Wow. Wauw. Voldoet het allemaal een beetje aan de verwachtingen die jullie vooraf hebben gehad? Zeker. Nou, ja. Meer nog. Ja, heel mooi. Mooi om het zo echt tot leven te zien. Zo. Je leuke terras waar je heerlijk kunt zitten in het zonnetje. Nou. Ook de veranda met de glazen schuifwand. Die ervoor zorgt dat je echt het hele jaar door lekker met het gezin kunt genieten van de tuin. Ja, mooi. Gewoon extra ruimte erbij. Heel mooi. Plantenbakken. Mooi met de verlichting. Heel mooi. Ja, daar zullen we zeker van gaan genieten met nou, de kinderen. Absoluut. Dit was de tuinmetamorfose voor deze keer. Tot een nieuwe Postmus TV.